Een van de functies dat Thermomix ook kan is een deegfunctie. En ik ga met jullie vandaag kleine broodjes maken. We gaan daarvoor eerst de weegschaal gebruiken. Dus om de weegschaal te functioneren gaan we gewoon even naar links swipen. We gebruiken de weegschaal. We gaan in de broodjes kleine speldpuntjes erin doen. En die gaan we eerst een beetje fijn malen. Uiteraard weegschaal, zorgen dat die op 0 staat. 50 gram. Deze zaadjes vind je ook in de bio-winkels. Dus iets meer, kan geen kwaad. Extra erop. Goed, afsluiten. We gaan ze malen. Daarvoor gaan we 20 seconden gebruiken. Even lawaai maken, snelheid 10. Zo, en zo komen we aan de graantjes die fijn gemalen zijn. Niet helemaal fijn, maar zodat de stippeltjes strakjes in het brood komen. Dus, gaan we terug naar de weegschaal en gaan we de andere ingrediënten erin doen. We gaan eerst beginnen met water. Het is warm water, geen heet water, is niet goed voor de gist, dan gaat die afbreken. Geen koud water, want dan gaat de gist niet werken. Dus we gaan 150 gram warm water. En bijna, ja. We duwen terug op Tara. Dan gaan we de bloem erin doen, 200 gram bloem. Een bloem is pistoletbloem of Frans krokant. We gaan kleine pistoletjes maken. Zo. Stel dat je nu te veel bloem, kan je nog altijd het bloem eraf schrapen, dus dat is wel handig. Als je eerst begint met water en dan de bloem. We gaan gist gebruiken. Droog gist of verse gist mag je verkiezen wat je zelf wenst. Dan gaan we gewoon 2 afgestroken eetlepels gist toe. 20 gram olijfolie. En dan nog zout erbij. Het zout mag niet bij de gist. Dus probeer altijd de ene kant het zout en de andere kant de gist te doen. Zo, we hebben alles, alle ingrediënten erin liggen. Gaan we terug opnieuw afsluiten. En doen we 2 minuten deegfunctie. We sluiten de weegschaal af. Kijk, hier staat deeg. Nu duwen we de tijd. 2 minuten. We bevestigen dat we deeg wensen en we draaien. Zo, het deeg is klaar. We gaan het deeg eruit halen. Daarvoor gaan we de Thermomix losdraaien. Op het aanleg kun je bloem, ik vind het wel handig om een klein beetje olijfolie. Dat reinigt ook gemakkelijker dan bloem, vind ik persoonlijk. Ik duw naar beneden. Ik ga het deeg eruit halen op die manier. Bij deze deeg valt het heel goed mee, wat er aan het mes hangt. Maar het is misschien een heel leuke tip om het deeg dat nog aan het mes hangt, om het met turbo gemakkelijker te verwijderen. Kijk, ik ga het even voortonen. Een van de functies is turbo. Turbo. 1 seconde is goed. En nu gaat dus, zoals u zo dadelijk gaat zien, gaat u zo dadelijk zien dat het deeg dat aan het mes hangt, automatisch opzij gaat. Bij die deeg valt dat nog mee van hoeveelheid, maar bij sommige delen, zoals ciabatta enzovoort, gaat dat eigenlijk enorm veel zijn. En zo kan je heel gemakkelijk het deeg eruit halen. Kijk. Zo, deeg is klaar. Gaan we er een klein worstje van maken? Om gemakkelijker te verdelen. En dat was in school vroeger. Dan gaan we breukjes maken. Gaan in twee delen. Uiteraard kan u de hoeveelheid van die deeg ook maal 2 doen. De bedoeling is nu om plat te duwen. En je gaat eigenlijk zo, op die manier. En dan de broodjes maken. Eigenlijk met het pols van uw hand. Kijk, voilà. En zo doet u verder, want we hebben 2, 4, 6, 8 broodjes in totaal. Zo, strooi nog een klein beetje van de bloem erop. Dan maakt het iets krokanter. Heeft ook wel een leuk effect strakjes. Zo. Dat zijn onze mini broodjes al. Goed, broodjes zijn mooi gerezen. Mijn oven is mooi op temperatuur. En we gaan de broodjes nu afbakken. Minuten gaat ruimschoots voldoende zijn. Om te controleren dat ze strakjes goed zijn, gaan we ze eventjes omdraaien en opklappen. Dan hoor je ze direct of dat ze klaar zijn. Zo, de broodjes zijn klaar. Kwartier, 20 minuutjes, naar lang uw oven. We gaan ze eruit halen. Zo, om te weten of dat ze klaar zijn, draai ze even om. Even opklappen en dan moet het een beetje hoog klinken. Leg ze ook op een roostertje, laat ze niet op de bakplaat, want dan worden ze van onder wak. Zo, broodjes zijn klaar.